We gaan van start. Welkom allemaal op deze presentatie van de adviezen van de Groene Denktank. Mijn naam is Laura Roebroek. Ik werk aan een gezonder, duurzamer en eerlijker leef- en voedselsysteem. En ben vooral bezig als kwartiermaker arbeidsmarkt van het Groenpact. Met wat dat vraagt van vakmensen en professionals. Wat zouden die moeten weten, kunnen, vinden? En op welke manier brengen we dat het best over het voetlicht? Ik laat jullie zo direct het programma zien. Maar eerst geef ik graag eventjes het woord aan Henry om zich voor te stellen. Ja, dankjewel Laura. Ontzettend fijn om hier te zijn en met jou dit mooie werk, vooral van jullie, mee te mogen presenteren. Harry de Groot, hoogleraar regionale economische dynamiek aan de Vrije Universiteit. En ik denk voor het gesprek wat we hier vanmiddag voeren ook nuttig om te vermelden dat ik als kroonlid bij de CER betrokken ben bij veel vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt en verduurzaming. En nou, ontzettend mooi om te zien wat voor adviezen we zo meteen gaan presenteren en daar met elkaar het gesprek over aan te gaan. Ik zou willen zeggen, dat is een van mijn conclusies in ieder geval, dat er geen tijd te verliezen is. Dankjewel, Henry. Wij zitten in de vergaderversie van Zoom. Dat heeft als voordeel dat als jullie vragen hebben, dat we jullie straks het woord kunnen geven om ze te stellen. Het heeft als nadeel dat in principe je microfoon ook aan kan. Dus wij willen jullie vragen om je microfoon uit te zetten, zolang er presentaties plaatsvinden. Zet vooral al je vragen, je opmerkingen, je ideeën plaats in de chat. Waar ze aansluiten op het verhaal en we er tijd voor hebben, zal ik jullie daartoe het woord geven. En dan zet je je microfoon aan, je camera aan en dan kom je aan het woord. Dat gezegd hebbende valt er veel te vertellen. Dus we gaan veel zenden vandaag. Maar laat jullie dat er niet van weerhouden om vooral je vragen en je inzichten en je ideeën ook te delen. Ik zei het al, ik ben kwartiermaker arbeidsmarkt bij het Groenpact. En dat is één van de onderdelen van Groenpact. Het landelijke samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Sommigen van u werken misschien samen met het CIF, met Meeting Point, met Hotspot. Anderen werken misschien samen met het Center of Expertise, waar het gaat over toegepaste kennisontwikkeling. Nog anderen kennen Groenpact misschien vooral van GroenKennisnet. Dat klopt, gezamenlijk zijn we bezig met een beweging naar een toekomstbestendig systeem voor groene innovatie, kennis en opleiden. Het versnellingsprogramma Arbeidsmarkt, waar ik dus kwartiermaker van ben, heeft een aantal instrumenten. De groene werelden, waar het gaat over het verhogen van de instroom in het groen onderwijs en het verbeteren van de imago. We zijn bezig met de groene monitor, een instrument om specifiek inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt en met name de vertaling te maken naar handelingsperspectief. Wat betekent dat nou, die arbeidsmarktinformatie voor onderwijs, bedrijfsleven en overheden? Waar die groene monitor eigenlijk vooral bezig is met cijfers uit het verleden en te kijken wat zijn dan projecties naar de toekomst toe, hebben we gedacht met de groene denktank daar een perspectief aan toe te voegen, want garanties uit het verleden geven, of van cijfers uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. En de groene denktank kijkt dus een stuk verder vooruit, de toekomst in, om vervolgens te bedenken, als we terugredeneren naar het nu, welke aanvullende inzichten hebben we dan? Nou, dit traject heeft zich in het afgelopen half jaar voltrokken en ik ben dus ook heel blij dat we vandaag aan jullie kunnen vertellen wat daar uitkomt. Het programma van vandaag. We beginnen zo direct met een presentatie van Freya van Duinen. Freya is toekomstdenker en naast dat zij een buitengewoon interessante visie heeft op wat toekomstdenken toe te voegen heeft aan strategieontwikkeling hier en nu, was zij ook de secretaris van de Denktank. Dus bij voorbaat al heel veel dank aan haar voor al het werk dat ze verzet heeft om die groene Denktank tot een goed einde en tot goede, robuuste adviezen te komen. Freya, mag ik jou het woord geven? Zeker, dankjewel Laura. Ja, het was een bijzonder interessant en leuk traject. Hè. Ik vond vooral, als ik heel even daarop mag voorsorteren, ik vond het vooral leuk dat we in zoveel sessies met zoveel verschillende mensen hebben nagedacht over de toekomst, over strategische vraagstukken en wat de opties zijn om nu al aan de slag te gaan en een betere toekomst te maken. Dus het was voor mij een heel waardevol traject.
Ik heb ook genoten van alle analyses die ik mocht maken en beschrijven. Maar voor nu, Laura, heb je me gevraagd om een stukje te vertellen over toekomst verkennen, wat het is en hoe je het doet. En daarvoor heb ik een presentatie. Ik stuurde hem vanmorgen al naar Laura en ik zei er al bij van onderbreek me na zoveel minuten als ik moet afronden. Want voor je het weet heb ik er zoveel lol in dat ik maar blijf vertellen. Dat moeten we niet hebben. Eventjes kijken. Dan zal ik nu even naar mijn voorste slide. Nu al verklap ik al van alles uiteraard. Hup, zo. Dit is mijn voorste slide. Goed, nou leuk. Ik zal me even voorstellen aan de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben Freya van Duinen. Ik ben dus toekomstverkenner. En wat ik doe is in allerlei soorten projecten help ik organisaties om over de toekomst na te denken. En om nu al keuzes te kunnen maken en een betere toekomst te gaan creëren. Future Motions is mijn bedrijf. Ik ben voorzitter geweest van de Dutch Future Society. Ik ben nog steeds lid en ook lid van de internationale Association of Professional Futurists. Ik werk ook regelmatig samen met andere toekomstverkenners in een denktankje 360 Foresight. En ja, hoe word je toekomstverkenner? Dat vragen mensen me ook wel eens. En toen ik op school zat, wist ik het ook allemaal niet dat ik dat zou gaan doen. Ik wilde ooit bij NASA werken. Het leek me geweldig, al die ruimtereizen. En ik studeerde psychologie. En juist hoe mensen zich gedragen in de ruimte, vond ik super fascinerend. Nou, dat is niet geworden. Ik ben wel gaan promoveren in de TU Delft, op risicoperceptie was mijn onderwerp. En ik ben bij de Voedsel- en Warenautoriteit gaan werken en daar was een plek adviseur toekomstverkenning. Nou, vanuit voedsel raakte ik geïnteresseerd in de lange termijn, in de grote vraagstukken. En ben ik bij LNV gaan werken aan het programma Duurzame Voedselsystemen. En zodoende heb ik bij ELNI en EZ allerlei voedselgerelateerde thema's tot me genomen. En ik heb wat uitstapjes gemaakt, maar op een gegeven moment wist ik wil met toekomstverkenning verder. En toen ben ik eind 2016 weggegaan. En nu wat ik doe als toekomstverkenner zijn eigenlijk verschillende vraagstukken. Allereerst natuurlijk de eerste vraag is, wat komt er op ons af? Hè? We bedoelen niet alleen voorspel de volgende vogelgriep, maar vooral welke veranderingen zijn nu zo belangrijk en wat betekent dat voor onze organisatie? Nou, dat als eerste. Maar als je verder over die toekomst nadenkt, wil je ook kunnen voorstellen wat het is in 2040 of 2050. Hoe de wereld er dan uitziet. Dus dan neem je eigenlijk een jump in de toekomst. Dus dat doe je via scenario's. En dan kijk je terug hoe je vanuit de inzichten over 2040 al realiseert wat je nu kan doen om je daarop voor te bereiden. Nou, heel veel van dit werk gaat over strategische dialoog. Hè? Dus de gesprekken zoals met de denktank, waar mensen vanuit verschillende achtergronden, over grote vraagstukken gaan nadenken. En dus eigenlijk uit hun gebruikelijke kokers komen en meer holistisch en integraal over vraagstukken nadenken. Door dat te doen, wordt ook een organisatie sterker in dit strategische denken. Maar uiteindelijk waar het allemaal over gaat, dat zijn de strategische agenda's en de routekaarten. Hè? Zodat je daadwerkelijk een onderbouwde input hebt om strategische keuzes te maken en een agenda te realiseren. Waarmee je de mooiste en beste en gelukkigste toekomst kan creëren. Dus eigenlijk komt het allemaal in dat soort thema's samen. En ik heb ook een boek geschreven over toekomstverkennen. Dat zie je rechtsonder in beeld. Nou, als eerste, hè, iedereen wil weten wat de toekomst brengt, maar we kunnen de toekomst niet voorspellen. Hè. De associatie is altijd die glazen bol. Maar nee, we kunnen wel nu al nadenken over onzekerheden. Hè, er is niet één toekomst, de toekomst is niet voorbestemd, maar alles wat we nu doen, helpt ons om een betere toekomst te creëren. En dat is dus een hele hoopvolle notie, dat we eigenlijk de toekomst in handen hebben. Dus nee, geen glazen bol, de eerste associatie bij dit werk, maar ik sla hem graag in gruzelementen. Het gaat ook niet om losse trends, dat denken mensen wel eens, dan trendwatchers vooral, gaat het om de nieuwste modekleur. Nee, het gaat over de samenhang tussen trends en ontwikkeling en de duiding van waar dat dan naartoe zou kunnen gaan. En juist de verschillende perspectieven die mensen daarop kunnen hebben, zijn interessant, want daarin schuilt ook een verschillende opvatting over ons wereldbeeld.
Nou goed, toekomst verkennen. Waarom zou je het eigenlijk doen? Waarom zou je niet gewoon een plan maken voor de toekomst en aan de slag gaan? Dat kan toch ook? Waarom al dat onhandig gedoe met naar de toekomst kijken? En dat is omdat we dus in een wereld leven die steeds meer gekenmerkt wordt door onzekerheid en complexiteit. De ontwikkelingen komen samen, het verloop kan grillig zijn. Ineens hadden we een pandemie, nou, nu hebben we een vaccin, maar hoe gaat dat allemaal weer verder? Dus het duiden van waar we staan en waar het naartoe gaat, wordt steeds ingewikkelder. Dus het werkt niet om onzekerheid zoveel mogelijk te reduceren. Dat is een traditionele aanpak, zeker in bijvoorbeeld de banken, die willen altijd risico's reduceren. En ook het Centraal Planbureau, die heeft het graag over bandbreedtes en toch zoveel mogelijk reduceren wat die onzekerheid betreft. Maar in toekomstverkenning kijken we juist veel meer naar wat die onzekerheid behelst. Proberen we te begrijpen wat het inhoudt om je daarop te kunnen voorbereiden. Dus die VUCA-wereld die gaat niet weg. En wat ook speelt, de wereld van dag tot dag is steeds turbulenter. En dat maakt dat we heel erg op die korte termijn gefocust zijn, omdat we nu uit de crisis moeten komen, omdat we nu weer Nederland open moeten gaan krijgen. Dus kortom, die korte termijn die trekt enorm, terwijl we toch op die VUCA-wereld willen voorbereiden. Dit is Fred Polak. Misschien kennen jullie de naam, maar ik denk eigenlijk niet. Fred Polak was de oprichter van het Centraal Planbureau, waar ik het net over had, direct na de oorlog. En hij wilde eigenlijk een planbureau voor toekomstverkenning in Nederland opzetten. Nou, helaas is het hem niet gelukt. En hij is naar Californië gegaan en in het buitenland is hij heel beroemd geworden. Maar zijn belangrijkste inzicht was eigenlijk van, ja, als organisatie, ik denk ook als sector, moet je een beeld van de toekomst vormen. Want als je dat niet doet, als je met een beeld van het heden blijft hangen, ja, dan ben je eigenlijk alweer weer achterhaald. Dan kan het alleen maar achteruit gaan. Dus een krachtig en positief beeld van die toekomst helpt ons om vooruit te komen. Nou, daarom is Fred Polak onder toekomstverkenners internationaal zeer beroemd, maar in Nederland helaas vergeten. Dit plaatje die zag ik ook al in een presentatie van Frederik Praasterink. En het gaat ook over enthousiasme voor de toekomst. Dus probeer nou niet uit te leggen wat we allemaal moeten gaan doen en hoe alles precies gaat. Nee, probeer mensen enthousiast te maken. En dan gaan ze ook rollen om die toekomst te realiseren. En dat is ook denk ik wel wat we in de denktank hebben gezien. Het enthousiasme van mensen om samen die toekomst te maken. Daar komen eigenlijk die adviezen uit voort. Wat interessant is, als je zelf misschien over de toekomst nadenkt, misschien in je eigen professionele leven of in je gezinsleven, dan is de wereld toch een beetje statisch. Hè? Ik bedoel, als je een huis koopt, denk je, nou misschien nu een heel klein beetje, maar toch denk je niet echt na over, goh, over 20 jaar heb ik dan nog wel droge voeten in de regio waar ik een huis koop? Of hoe zit het dan met klimaatverandering of iets anders? Dus dan is in ons hoofd die toekomst toch een beetje statisch, zeg maar. Maar in toekomstverkenning gaan we dus uit van die dynamische VUCA-wereld en kijken we hoe de context verandert, hoe de wereld verandert en wat wij dan kunnen doen om dan succesvol te zijn. En daarom is dit ook een beetje een gewetensvraag en een check van ook in beleidsagenda's. Denken we dan nog aan die dynamische wereld of hebben we in ons hoofd de wereld toch alweer een stukje statischer gemaakt? Nou, de termijn waarop toekomstverkenning werkt is meestal zo'n 10 tot 30 jaar vooruit. Dan zijn er nog redelijk wat ontwikkelingen die wel over na kan denken, omdat ze er nu ook al zijn. Hè? Dus robuuste trends naar de toekomst, de drijvende krachten, de meest belangrijke ontwikkelingen. Maar er is ook veel onzekerheid en dat maakt dat het dus gunstig is om onder andere in scenario's te gaan denken. Maar de toekomst is ook confronterend. Hè? Dit is James Baldwin, een schrijver uit de Verenigde Staten, uit de segregation-periode. Die benoemde dat de veranderingen, wat je nu ook ziet met de Black Lives Matter, die zijn niet comfortabel voor iedereen. En eigenlijk zie je dat altijd met transities. Daar zit ook een stuk ongemak in en ook een stuk angst voor de toekomst.
En die angst voor die toekomst, die kan je altijd wel terugbrengen tot dit soort vragen. Van de angst voor een toekomst waar ik en mijn cultuur er niet meer toe doen. Hè? En dat gaat voor een deel over robotisering en inclusiviteit. Maar ook al bij reorganisaties zie je een dergelijke angst voor de toekomst de kop opsteken. Dus als je weerstand ook voelt, denk dan waar zit die precies? Welk gevoel wordt daar aangesproken? Nou ja, weerstanden zijn er van allerlei soorten. Maar toekomst verkennen is altijd wel een stukje extra werk. Hè? Je gaat niet zozeer vanuit de spanning van het nu. Hè? Van oké, welke urgente vraagstukken liggen nu op tafel? Nee, je kijkt naar hoe verandert de wereld en wat kunnen we dan doen? Dus je doet extra analyse op hoe die toekomst verandert. Dus daarom is het zo belangrijk om je bewust te zijn van dat die verandering impact heeft. En hè, wat Fred Polak al zei, dat het dus zo essentieel is om dat beeld van de toekomst te vormen. Anders ben je achterhaald en doe je er echt niet meer toe, zeg maar. Dus weerstanden kom je altijd tegen. En ik heb ze hier even op een rijtje gezet. Ja, ik weet hoeveel moois je nog hebt. En je hebt nog 5 minuten. Super, het klopt wel zo'n beetje. Want als je dus niet naar de toekomst kijkt, maar puur vanuit alle urgente issues in het nu kijkt, dan heb je eigenlijk alleen maar je achteruitkijkspiegel. Nou ja, ik reis soms wel eens in de ochtend van Den Haag richting Arnhem in het voorjaar en najaar. En dan heb je de hele A12 allemaal tegenlicht. En dan weet je hoe lastig het is om alleen vanuit je achteruitkijkspiegel te kijken. Dus daarom toekomst verkennen. Even kijken. En wat het interessante is dat toekomstverkenning je dus werkelijk de kijkrichting doet omkeren. Dus in plaats van vanuit de uitdaging van het nu te kijken, kijk je vanuit de drijvende krachten en de beelden van de toekomst. En daar zitten nieuwe oplossingsrichtingen in. Daar kan je dus nieuwe inzichten uithalen. Deze laat ik dan eventjes over. Ja, deze wil ik naartoe. En eigenlijk is dat dus de essentie, dat je de toekomst op een andere manier gaat zien. Dus door los te komen van het heden, door los te komen van die achteruitkijkspiegel en door op een nieuwe manier naar de toekomst te kijken, zie je dus nieuwe oplossingen. Hè? Je opportunity space, om het even in het Engels te zeggen, die wordt groter. Je gaat meer kansen zien en je weet beter wat je nu kan doen om die toekomst mogelijk te maken. Dus daar draait het om. Even kijken, die kan er ook uit. Die ziekers laat ik ook even los. Ja, we hebben nogal eens de neiging om vooral in termen van dreigingen te kijken. Hè? Van pas op en dit kan er gaan gebeuren. En dat is op zich goed om dreigingen in beeld te hebben. Maar door te weinig naar de positieve kanten te kijken, dan mis je ook juist wel de kansen. En daarom proberen we die sentimenten in balans te brengen. En ook een stukje strategisch optimisme erin te brengen om juist de kansen te kunnen zien. Want we proberen dus los te komen van enkel die referentietoekomst. Hè? Dat eerste beeld wat je hebt, we proberen te reframen. We proberen alternatieve toekomsten in beeld te krijgen. Hè? Deze toekomstkegel die laat het wel zien. Dus vanuit het heden kan je op verschillende manieren naar die toekomst kijken. En hoe verder, hoe breder, hoe meer mogelijkheden. En overigens is het verleden dus ook een verhaal wat je op verschillende manieren kan interpreteren. Nou, waarom werkt toekomst verkennen? Waarom werkt scenario denken? Allereerst is het een systematische analyse. Hè? Het is niet zomaar in de blauwe lucht kijken en eens wat op losse associëren. Maar je gebruikt zowel onderbouwing als verbeeldingskracht. Verder gaat het dus om rijke, betekenisvolle beschrijvingen. Zowel trendanalyses als scenario's is toch een narratief. Het is een verhaal over de toekomst. En daar zit meer verhalende kracht in dan enkel grafieken en cijfers. Hè. Mensen zijn verhalende wezens. En dat stimuleert ons om actief mee te denken en te luisteren. En dus samen tot nieuwe ideeën te komen. Precies zoals in die denktank gebeurd is. En je komt dus ook los vanuit je eigen koker. Hè, en gezamenlijk zie je dan het grotere plaatje. En het is heel resultaatgericht. Hè? Het is niet zomaar alleen maar vrij over die toekomst denken. Je doet het om oplossingen te bedenken.
Nou, waar leidt het dan toe? Het doel is altijd om met elkaar, zoals nu ook in de Denktank is gebeurd, te komen tot heldere intenties en commitment. Hè? Die nieuwe inzichten vertalen zich ook in een nieuw leiderschap en allianties, het begin van een agenda en ook samen deel uit willen maken van een nieuw verhaal. En je komt dus ook tot ideeën voor out-of-the-box oplossingen. Soms ook gedurfd, hè? Dat je denkt van nou, het kan wel eens mislukken. Ja, natuurlijk kan het mislukken. Daar leer je van, daar wordt het beter van. Dus je wilt je uiteindelijk gezamenlijk inzetten voor die betere toekomst. Nou, de laatste slide bedoel ik. Samengevat, help toekomst verkennen het strategisch vermogen te versterken, om betrokken te raken bij het grote plaatje, een stuk enthousiasme voor de toekomst, hè, weer betekenis te voelen en ook dus bij te dragen aan het welzijn van toekomstige generaties. Dit was mijn verhaal, Laura. Je kunt me volgen op LinkedIn. Af en toe post ik ook boekrecensies, want ik lees graag non-fictieboeken. En sowieso leuk om in contact te blijven. Dankjewel, Laura. Dankjewel, dankjewel Freya. Ja. Mooi verhaal, prachtige presentatie. En er wordt gevraagd of we je presentatie mogen delen. Zeker. Dat mag, heel fijn, dus dan... zullen we hem ook verspreiden. Dankjewel voor jouw verhaal. Ik ga eventjes terug naar waar we gebleven waren. Dat is ongeveer hier. Even zien. Daar. Wat hebben wij nou de afgelopen maanden gedaan? We hebben een aantal mensen bij elkaar gebracht. Dat zijn deze mensen. En we hebben heel erg gezocht naar verschillende expertise. Zowel van binnen het groene systeem als daarbuiten. Mensen die heel veel weten van de arbeidsmarkt en de dynamiek die daar plaatsvindt. Mensen die heel veel weten van ons groene voedsel- en leefsysteem. En mensen die heel veel weten van ons kennis- en opleidingssysteem. En Freya, jij gaf al heel helder aan. Het is ook spannend. Mogelijk komen er ook weerstanden. En daarom hebben we het ook wel heel belangrijk gevonden om mensen uit die praktijk van die groene arbeidsmarkt ook daadwerkelijk te betrekken. Omdat we niet wilden loszingen van het hier en nu, omdat we uiteindelijk ook met al deze adviezen een handelingsperspectief willen bieden. Dus daarom zijn ook de verbindingsofficieren van GroenPact arbeidsmarktprogramma nadrukkelijk betrokken. We hebben heel veel good practices van buiten de vloer gegeven, omdat als je kijkt naar die toekomst en zeker de wat nabijere toekomst, dan begint die zich inderdaad al wat af te tekenen. Dus waar wij kiemen zagen van vernieuwingen, hebben we ze de vloer geboden om de dialoog ook vooral richting te geven. We hebben een startbijeenkomst gehad waar een systeemanalyse uit voort is gekomen. We hebben twee dialoogsessies gehad over de grootste knelpunten die wij zagen in het kijken naar de arbeidsmarkt van de toekomst. En vervolgens hebben we adviezen in klein comité geformuleerd. Er is ook een definitief rapport, dat ontvangen jullie na dit webinar. En het is nu natuurlijk zaak om te komen tot handelingsperspectief en actie. Maar niet nadat wij in ieder geval eens wat meer gehoord hebben over trends en ontwikkelingen. En ik ga zo direct Henry de Groot daar de vloer voor geven. Nadat ik heb aangegeven dat die oriëntatie op dat groene domein, die is wel belangrijk. Want we zien in toenemende mate dat we vanuit groene opleidingen niet exclusief opleiden voor groene sectoren binnen groene beroepen. Dat wordt steeds breder. Dus die context is ook belangrijk, zeker als we naar de toekomst kijken, omdat de uitdagingen van de toekomst ook in toenemende mate naast technologische oplossingen vragen om nature-based oplossingen. Dus meer dan ooit is dat groene domein, dat groene kennisopleidings- en innovatiesysteem van belang. En met die context geef ik graag het woord aan Henry de Groot. Dankjewel, Laura. En ook dank aan Freya voor haar presentatie. Ik hoop dat mijn verhaal over trends daar eigenlijk naadloos op aansluit. Misschien nuttig om ook even te zeggen. Ik ben zelf een jaar of 10 bij het Centraal Planbureau betrokken geweest. Heb daar aan scenario-analyses gewerkt. Dus vanuit die achtergrond is het mij een grote eer
om te mogen proberen in 10 minuten die mij vergund is, jullie mee te nemen in ja, wat ik zie als een aantal cruciale samenhangende trends. Hè. Daar herhaal ik ook wat, wat Freya zei. Het werk wat ik hier presenteer is echt ook, en ik wil dat hier benadrukken, het werk van vooral Laura en van Freya. Met inderdaad input van een aantal mensen, maar ik maak daar heel dankbaar gebruik van. Het desk research wat Freya gedaan heeft, maakt heel helder dat er een aantal grote trends gaande zijn. Nou, Freya heeft daar al iets over gezegd en ik mag dat hier wat uitdiepen. U ziet ze hier, ik kom daar zo meteen op terug. Er is wel wat aan de hand in de wereld. Ik denk dat ik dat niet uit hoef te leggen. We zien hier een prachtige plaat die wat mij betreft glashelder maakt dat er hele grote uitdagingen op ons afkomen. Voor diegene die het gevoel heeft dat we het afgelopen 1,5 jaar iets enorm groots voor de kiezer hebben gekregen met COVID. Ja, dat is zo, maar er zijn ook een aantal veel grotere dingen die daarna op ons afkomen. En de verduurzaming waar Laura het zojuist over had, de klimaatverandering en dan een nog veel grotere die dreigend op ons afkomt. De biodiversiteitsvraagstukken, die komen daar allemaal nog achteraan. Dus reden om hier bij elkaar te komen. Nou, het narratief, als we het hebben over een trend die we daar heel duidelijk zien opkomen, is dat, ik zou bijna willen zeggen, hernieuwd ongeveer in heel Nederland en Europa het concept van de brede welvaart weer omarmen. Ik heb niet de tijd om hier in alle details in te gaan op het fantastische werk wat het Centraal Bureau voor de Statistiek daar de afgelopen jaren gedaan heeft. U ziet hier een aantal figuren genomen uit het werk van het CBS, die wat mij betreft een aantal zeer waardevolle dingen doen om te kwantificeren, grote trends in kaart te brengen, met het hele heldere onderscheid tussen aan de ene kant trends die we in het hier en nu ervaren, trends die met name ook voor toekomstige generaties relevant zijn, en trends waar men ook kijkt naar wat er elders in de wereld gaande is. Die brede welvaart is daar iets wat we allemaal proberen te omarmen. Ik vind het wat dat betreft heel hoopgevend dat ook organisaties als een Nederlandse bank. Ik heb hier een boek voor diegenen van u die in de vakantie iets wil lezen van Mark Carney over values. Interessant om zo iemand hier ook te benoemen, omdat dat iemand is die ook een achtergrond heeft als medewerker bij de Centrale Bank Canada en later Engeland. Dus een concept wat omarmd wordt en waar een poging gedaan wordt om die trends bijeen te brengen. En met name, en dat is wat mij als econoom enorm aanspreekt, ook te proberen belangrijke trade-offs in kaart te brengen van waaruit we ook met een aantal keuzes geconfronteerd worden. Nou, dat is wat het CBS doet. Nogmaals, ik heb niet de ambitie om hier al te veel in detail in te gaan op wat het CBS daar doet. Maar ik denk dat het wel nuttig is om heel compact samen te vatten wat het CBS in de afgelopen jaren geconcludeerd heeft op basis van hun analyses. Ja, en dat laat zich eigenlijk heel kort samenvatten. En daar zit iets hoopvols in. Maar daar zit tegelijkertijd ook iets zorgelijks in. Ja, het gaat goed met ons. Maar tegelijkertijd voegt het CBS daar ook zeer expliciet aan toe. Die welvaart die wij nu genieten, die gaat wel ten koste van toekomstige generaties. En die gaat en ging deels ten koste van welvaart elders. En nou ja, dat brengt me op misschien wel de belangrijkste conclusie van vanmiddag. Dat er echt, en ik zeg dat met een knip ook naar onder andere een advies wat we bij de CER uitbrachten rondom circulaire economie, dat er echt geen tijd te verliezen is. En wat ik ook wil benoemen, en daar hoop ik dat dit seminar ook een beetje gaat schuren, en daar sluit ik naadloos aan bij de dingen die Freya benoemde. Ja, het feit dat het nu goed met ons gaat, betekent ook dat al die veranderingen tegen best grote gevestigde belangen aanlopen. En dat is denk ik iets wat we onder ogen zullen moeten zien als we recht willen doen aan het belang van toekomstige generaties en van medeburgers in de wereld op plekken waar het minder goed gaat. Verduurzaming, en dat zie je ook in die CBS-studies naar voren. Als je ziet waar het minder gaat, waar de zorgen zitten, is verduurzaming echt
het grote vraagstuk voor, ik denk de komende eeuw. Als ik dan vervolgens ga kijken naar de trends die Freya op basis van haar desk research in kaart gebracht heeft, dan is de eerste, en dat zal u niet verrassen na de introductie, trends op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en circulariteit. Nou, het feit dat u bij dit seminar bent aangesloten, maakt dat ik denk ik niet heel veel over de urgentie hiervan hoef te zeggen. Ik wil met name bij de trends hier iets zeggen over de complexiteit. En daar zet ik in zekere zin ook de pet van de econoom op. Als we het hebben over vraagstukken op het gebied van milieu, op het gebied van duurzaamheid, dan denk ik dat we met recht kunnen zeggen dat we het hier over een van de meest ingewikkelde sets aan wicked problems hebben. En waar zit die wicked nature van die problemen nu in? En daar zie je eigenlijk ook weer de rijkdom van het denkkader van het CBS naar voren komen. Dat heeft deels te maken met het feit dat de problemen waar we het over hebben een globaal karakter hebben. En het heeft deels te maken met het feit dat de baten van beleid wat we nu moeten gaan voeren, dat dat ten goede komt aan toekomstige generaties. Nou, die twee dingen bij elkaar opgeteld zijn een standaard recept voor economen om te komen tot free riding. Hopen dat de ander het gaat doen, zodat we het zelf niet hoeven te doen, en tot uitstelgedrag als logische reacties. Nou, dat is een heel diep geworteld probleem, en vandaar de oproep om nu echt met elkaar te doorleven waarom we tot actie moeten komen. Ik denk dat dat op een hele fraaie manier is verwoord in de stelling niet alles kan. Een extra reden om dit te benadrukken is dat veel van de processen waar we het hier over hebben, van biodiversiteit of klimaatverandering is, die hebben twee bijkomende heel vervelende kenmerken. Het eerste is dat ze zich heel erg traag voltrekken, in slow motion. We zitten erbij, we zien het heel geleidelijk aan gebeuren. Ja, en op het moment dat echt tastbaar wat de gevolgen zijn, dan loop je het risico dat het al te laat is. En dat wordt nog eens versterkt door het feit dat een aantal van het soort processen waar we het over hebben ook echt fundamenteel onomkeerbaar is. En dat is een extra reden waarom nu tot actie komen om niet voorbij die thresholds te gaan waarna eenmaal aangedane schade niet omkeerbaar is. Een extra reden om dit onderwerp zo prominent op de agenda te zetten. Als ik dan door mag naar de volgende slide, Laura. Je hebt nog 5 minuten, Henry. Ja, die uitdagingen die zijn groot. En tegelijkertijd spelen die ook nog af tegen een belangrijke trend van demografische ontwikkelingen die zich kenmerken door vergrijzing. Die maken dat de komende decennia, daar ben ik sterk van overtuigd als econoom en met mij vele planbureaus, sociaal-economische raad, dat de komende decennia zich gaan kenmerken door structurele tekorten op de arbeidsmarkt als de norm voor de komende jaren. En dat maakt dat heel veel van de vraagstukken waar we mee geconfronteerd worden een enorm beroep zullen doen op onze creativiteit, op technologische ontwikkeling, op investeringen in menselijk kapitaal. Ja, en daar hebben we eigenlijk het bruggetje naar de adviezen die we straks gaan bespreken. Maar die onderliggende structurele trend van demografische krimp, deels door vergrijzing en deels ook door die verstedelijking, die is heel erg belangrijk om juist naar die arbeidsmarkt toe op ons netvlies te hebben. Nou, als we dan vervolgens kijken naar wat dat betekent voor technologie, hè, dat is een derde reeks aan trends die Freya heeft geïdentificeerd, ja, dan is een van de redenen dat die technologie zo belangrijk is, dat we met steeds minder handen komen te zitten door die vergrijzing. En dat betekent dat we die handen slimmer moeten maken. Arbeidsproductiviteitsgroei is een heel belangrijke sleutel voor toekomstige ontwikkeling. Zeer prominent ook benoemd in het middellange termijnadvies van de Sociaal-Economische Raad als een van de grote uitdagingen voor de komende jaren. Techniek speelt daarin een heel belangrijke rol. Die ontwikkelingen gaan snel. Die gaan ook met name snel elders. Daar zit denk ik een belangrijke andere oproep naar Nederland. Dat we ook zelf zullen moeten blijven investeren in het ontwikkelen van die technologie. En daar mag er denk ik wel wat bij op het gebied van investeren in research en development onder andere.
Juist omdat die technologische ontwikkeling de faciliterende transitie is om die duurzaamheidstransitie mogelijk te maken. En nou, dat onderstreept wat mij betreft het cruciale belang van technologie. Ook daar een proces wat forse investeringen vergt, die aan het begin nog niet zo heel veel opleveren, die gekenmerkt worden door grote onzekerheid waar Vrijheid ook over had. Maar ik zou daaraan willen toevoegen, laat dat nooit een vrijbrief zijn om die investeringen niet te doen, want we hebben ze heel, heel erg hard nodig. Nou, als we dan kijken naar de vierde trend, die zit er wat meer in het sociaal-politieke domein. Freya verwees al naar het belang van leiderschap. Ik kan nu een hele flauwe opmerking maken naar de trage kabinetsformatie. Ik kan me zorgen maken over hoe we aan moeten kijken tegen burgerparticipatie, waar ik heel enthousiast over ben. Wat voor sommigen de ultieme vorm van democratie is, maar wat soms ook wel leidt tot populisme en tot politici die zich ook gegijzeld voelen. Dus wat dat betreft zitten we ook in een hele complexe transitie met elkaar, die, ik kan me niet aan die indruk onttrekken, maakt dat in een tijdsgevricht waar het meer en meer nodig is dat politici opstaan en dat leiderschap tonen, politici zich ook steeds meer gegijzeld lijken te voelen en eigenlijk er niet in slagen om te doen wat nodig is. Nou, daar komen we zo meteen in een aantal van de adviezen ook nog wel op terug. Wat ik hier als belangrijke politieke trend ook wil benoemen, is de enorme toename van geopolitieke spanningen, die in belangrijke mate ook weer gekoppeld zijn aan die grote duurzaamheidsvraagstukken. Ook hier is het brede welvaartskader van het CBS weer ontzettend behulpzaam. Wat laat zien dat het hier goed gaat, maar dat het elders minder gaat. En die plekken elders, dat zijn bij uitstek ook de plekken waar de negatieve gevolgen van klimaatverandering, de negatieve gevolgen van reductie van biodiversiteit, als eerste en als hardste binnenkomen. En daar komen ook een aantal mogelijke toekomstige trends vandaan. Denk aan vraagstukken op het gebied van arbeidsmigratie, om er maar eentje te noemen. Waar als je daar naar de IPCC-scenario's kijkt, dan is de vluchtelingencrisis, waarvan we menen dat we die achter de rug hebben in Europa, is echt nog maar een heel klein beginnetje geweest van wat hier allemaal staat te gebeuren. Een extra reden om dit ook heel prominent te benoemen. Er zijn nog wat andere dingen waar ik nu niet op in wil gaan. Ik wil door naar de laatste, Laura. Dat is de wat meer economische of de arbeidsmarkttrend. Ik benoemde al die brede welvaart. Ik kan het niet nalaten als econoom om te zeggen dat dat niet per se een nieuw concept is. Als we kijken naar de rijke traditie van Jan Tinbergen, oprichter van het Centraal Planbureau, Sociaal-Economische Raad, heeft dit al meer dan 70 jaar in haar statuten staan, dat we streven naar slimme, inclusieve en duurzame groei. Dus niet per se nieuw, maar wel heel belangrijk om die grote uitdagingen, die prioriteringen die we zullen moeten maken, om die scherp op ons netvlies te krijgen. Nou, en als we dan kijken naar waar de economische vragen opkomen, economen denken graag in termen van schaarste. Nou, als het gaat om oplossingen voor die duurzaamheid, voor die duurzaamheidsvraagstukken, ja, dan zijn toch echt de twee grote schaarste factoren waar we de komende decennia mee te dealen zullen hebben. Schaarste op het gebied van ruimte in ons kleine, dichtbevolkte land. En door die demografische trend waar ik het eerder over had, schaarste op het gebied van arbeid. Ja, en dat maakt dat economen dan heel graag verwijzen naar good old Joseph Schumpeter, die prachtige concept van creatieve destructie gebruikte. En ik benoem dat hier heel bewust. Ik gaf eerder aan, het moet toch een beetje gaan schuren. Creatieve destructie, daar komen we zo meteen op terug in een aantal van de adviezen, betekent aan de ene kant creëren, nieuwe dingen opbouwen, maar om dat mogelijk te maken zullen we ook oude dingen af moeten durven te breken. Nou, daar komen we op die grote gevestigde belangen uit. En dat is waar uiteindelijk techniek en menselijk kapitaal de sleutels zijn die we heel erg hard nodig zullen hebben om die enorme duurzaamheidsuitdaging het hoofd te kunnen bieden. Nou, dat is waar de adviezen die Laura en ik zo meteen gaan presenteren eigenlijk achter vandaan komen. Ja? Dus dit is een poging om u een klein beetje mee te nemen in de rijke discussies die we gehad hebben. En van hieruit
in combinatie ook met het verhaal wat Freya over het toekomstdenken presenteerde. Tegen deze achtergrond moet u de adviezen die we zo meteen laten zien, of kunt u de adviezen die we zo meteen laten zien, plaatsen. En daar wil ik het voor nu bij laten, Laura. Helemaal goed, dankjewel, Henry. Inderdaad, binnen deze context zijn we tot 5 clusters van adviezen gekomen. Sterker nog, met deze context in het achterhoofd hebben we juist deze clustering willen maken. Want we hadden ook hele andere kunnen kiezen. Dit zijn ze dus geworden. Nogmaals, als u vragen heeft, opmerkingen, ideeën of zelfs plekken bedenkt waar deze informatie en ook de adviezen de vloer zouden moeten krijgen, meld dat dan vooral in de chat. Dan nemen we dat in ieder geval mee. 5 clusters van adviezen. Dit zijn ze. We gaan er zo direct 1 voor 1 doorheen. Maar als sneak preview ziet u ze hier alvast staan. En voor elk van die adviezen geldt dat de bal misschien wel bij een ander ligt. Dus dit advies is nadrukkelijk vanuit GroenPact. Dus onderwijs, bedrijfsleven en overheden samen. Dus het is niet zo dat er een oordeel over het bedrijfsleven of juist over het onderwijs wordt gegeven. Het is heel nadrukkelijk een bedoeld om tot een gezamenlijke agenda te komen, want alleen samen kunnen we de grote uitdaging het hoofd bieden. Het eerste advies, Henry. Ja, dankjewel, Laura. Ik ga hier echt heel kort over zijn. Ik heb een aantal dingen net eigenlijk al in mijn aftrap benoemd. Inhoud voorop, inhoud op het gebied van duurzaamheid. U ziet hier een aantal dingen benoemd. Het extra accentje wat ik hier zou willen leggen is dat als het om die maatschappelijke uitdaging gaat, die samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt is ook een van de dingen die we heel uitgebreid met elkaar doorleefd hebben. Hoe ontzettend belangrijk het is om die transities uiteindelijk vorm te geven op het regionale schaalniveau. Dat is, jij noemde net samen als sleutelbegrip, die regio, dat is, ben ik stellig van overtuigd, de plek waar bedrijfsleven, kennisinstellingen, werknemers en overheden met elkaar aan het opbouwen van de infrastructuur zullen moeten gaan werken om die transities handen en voeten te geven. En dat past in een trend van decentraliseren, waar we ondertussen 1 jaar of 10 mee bezig zijn. Waar we ook best wat kritische dingen over kunnen zeggen. Maar als er 1 logische plek is waar dingen samen moeten komen, dan is het juist op die arbeidsmarkt die per definitie heel regionaal georiënteerd is, omdat dat nou eenmaal het gebied is waar de werknemers die het samen met die bedrijven en die kennisinstellingen zullen moeten doen, waar die werknemers wonen. Dus dat is denk ik een advies wat we heel erg stevig willen doen en ook een oproep doen om daar tot actie, tot experimenteren te komen en tot het opbouwen van die governance. Dus die zou ik er hier echt uit willen lichten. Want de denktank stelt ook dat juist die maatschappelijke uitdagingen in de regio's, daar gaan hele nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan. Daar gaat heel veel impact komen op beroepen. Dus in die regionale samenleving tussen bedrijfsleven, onderwijs, in meeting points, hotspots, praktijkclusters, CIF, COE, noem het maar op. Daar zal het moeten gaan gebeuren. En de denktank stelt vast dat die maatschappelijke uitdagingen, die vragen andere soorten vaardigheden, andere soorten kennis, zowel in vakkennis als in skills. Dat T-vormig profiel voor professionals, combinaties uit verschillende disciplines, dat wordt in toenemende mate belangrijk. En dat vraagt om een heel het vraagt in ieder geval om flexibel en adaptief onderwijs dat veel meer maatwerk kan leveren. Dus herontwerp van onderwijs en leren en voortdurende verbinding tussen innoveren, werken en leren in die regionale samenwerkingsverbanden. En tot slot stelt de denktank daarvan vast, zorg dat je niet alleen je usual suspects daar aan verbindt, maar ook
NGO's. Ik ben heel blij om te zien dat, dat Bionext, naast dat dat een branchevereniging is, ook wel een NGO wat mij betreft. Dat soort partijen betrek ze in die regionale samenwerking, net als regionale planbureaus, burgerinitiatieven, et cetera. De denktank zegt ook, natuurlijk, er zit een spanning tussen die maatschappelijke opgaven van de lange termijn en de verdienmodellen van de korte termijn. Dat zei jij ook al, Henry. Neem nou als groen onderwijs je verantwoordelijkheid om die lange termijn agenda te zetten en daar ook echt de lead in te nemen en daarin agenderend te wezen. En dat kon nog wel eens een fundamentele herpositionering zijn van dat groene onderwijs. Ja, en dan inderdaad het tweede cluster aan adviezen. En daar zit misschien wel de ondertitel van deze bijeenkomst, de pilotfase voorbij. Ik zou eigenlijk willen zeggen de vrijblijvendheid voorbij. Het tweede belangrijk advies wat we doen, is het accent leggen op het grote belang van structurele monitoring, evaluatie en uiteindelijk met elkaar leren. Van de ene kant dingen die goed gaan, daar is ontzettend veel van te leren. Maar ik voeg daar ook graag aan toe dat er ontzettend veel te leren valt, ook van buiten het groene domein zelf. Een van de dingen die ook in de gesprekken voortdurend toch wel naar voren kwam, dat sluit misschien ook wel een beetje aan op het eerste advies, dat je toch, als je niet oppast, binnen de kortste keren allerlei vormen van silovorming ziet ontstaan. Sectorale oriëntaties, nou, daar de oproep tot tot regionale oriëntatie, het leren van buiten het eigen domein. En ik kan het niet nalaten om die toch ook heel erg te benadrukken, vooral ook met elkaar durven te leren van fouten. Dus experimenteren is prachtig, experimenteren leidt tot successen, die moeten we vooral vieren met elkaar, maar we kunnen ons echt niet permitteren om iedere keer weer door andere partijen vierkante wielen uit te gaan proberen. En dat zien we toch ook nog best veel. Dus dat monitoren, dat evalueren is van cruciaal belang om verder te komen. En nogmaals, die vrijblijvendheid voorbij te gaan. En elkaar ook aandurven te spreken op verantwoordelijkheden die we hebben. Dus dat is wat mij betreft de tweede cluster. En dat betekent ook het afscheid nemen van het not invented here syndroom. Als er concepten zijn die werken, evidence-based, passen dan ook elders toe. Het heeft de denktank echt wel verbaasd over hoeveel goede dingen er eigenlijk waren en dat die dan op één plek plaatsvinden en niet aangepast op een andere plek opnieuw landen. Dat zien we een beetje in deze figuur van Lucas Simons. De pilotfase voorbij. Het is van belang om nu tot een critical mass te komen. Om tot interventies te komen met meer bedrijven, meer studenten en het krijgen van een schaal. Zodat het uiteindelijk kan institutionaliseren. En daar voeg ik vervolgens heel graag aan toe, Laura, dat inderdaad het ene verhaal is. En die zien we hier samengevat in de figuur van Drift, bekende X-plaatje, wat zij geïntroduceerd hebben. Aan de ene kant dat experimenteren, dat versnellen. Daar hebben we het relatief graag en makkelijk met elkaar over. De keerzijde daarvan is dat er, ik zei dat al in mijn introductie, ook echt dingen afgebroken moeten worden. En laten we ons beseffen dat we in deze figuur, in die duurzaamheidstransitie, echt nog aan de linkerkant van het spectrum zitten. Dat we met elkaar nog volop bezig zijn om bestaande processen, dat die echt niet de processen van de toekomst zijn, om die eigenlijk nog steeds te optimaliseren. Hier en daar zijn we een beetje aan het destabiliseren. Nou, ik kan nu naar Shell verwijzen om er iets te noemen. Maar chaos is het nog lang niet. En die zullen we ook echt nodig hebben om uiteindelijk in die nieuwe wereld terecht te komen. En dit is zeg Henry, Fred Wever vraagt, wat moeten we dan niet meer doen wat we de afgelopen 10 jaar wel hebben gedaan? Ja, nou ja, goed. We hebben het natuurlijk allemaal over de transitie naar duurzaam. Het afscheid nemen van fossiel. Dat kan niet snel genoeg. Allerlei zaken op het gebied van transitie naar circulaire economie is zo'n hele grote uitdaging. Waar we voor staan. Het belangrijkste wat we volgens mij moeten doen
En wat we dus ook daar tegenover moeten laten. We zullen die gevestigde belangen moeten durven uitdagen. En daar zit, wat mij betreft, misschien wel de grootste uitdaging. En dat zullen we wel op een geloofwaardige manier moeten doen met elkaar. Ik vind wat dat betreft, en op het risico af dat we nu een hele uitgebreide analyse doen van de Shell-kaart. Nee, daar hebben we geen tijd meer voor, Henry. Dat is niet de tijd. maar daar moeten we heel goed over nadenken hoe we aan de ene kant die stip op de horizon en die betrouwbare overheid zijn en blijven, maar tegelijkertijd dat wat niet deugt ook echt ter discussie durven te stellen. Maar ja, goed, daar zijn allerlei instrumenten. Ik noem een CO2-belasting, maar ik weet ook als geen ander hoe ontzettend complex het is en hoe groot de weerstand is tegen de introductie van iets wat veel van mijn collega's als een triviale en onvermijdelijke stap zien. Nou, dat is dat challengen van die gevestigde belangen. Freya zei het eigenlijk ook met zoveel woorden. Dat is cruciaal in transities. Dat vergt moed, dat vergt leiderschap waar ik het eerder over had. Dus nou goed, daar zie je hoe een aantal van die trends bij elkaar komen. Ja. Ik nodig de kijkers van harte uit om, Fred stelt de vraag in de chat, maar geef maar eens antwoord vanuit je eigen perspectief. Je zit in een onderwijsinstelling, je zit in een bedrijf, je zit bij een lokale overheid of misschien een NGO. Waar moeten we eigenlijk afscheid van nemen als het gaat over die arbeidsmarkt van de toekomst? Zet het in de chat, ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Dan gaan wij naar het derde cluster van adviezen, Henry. Ja, daar maken we een uitstapje inderdaad naar het thema levenslang ontwikkelen. Een thema wat al zeer prominent ook bij de Sociaal Economische Raad aan bod is. De poging om dat regionaal ook te implementeren. Dus hier zie je al wat samenhang op ontstaan tussen een aantal van de adviezen. De reden om dit zo prominent te benoemen in onze adviezen is vanuit de enorme complexiteit van de transities waarmee we te maken hebben. Die maken dat het niet alleen om het initiële onderwijs gaat waar we het hier over hebben, maar juist ook transities die mensen van 40, 50 jaar oud tot hele grote transities dwingen, waar het een taak aan ons allen is om ons ook zorgen te maken, of in ieder geval hard te maken, voor inclusiviteit op die arbeidsmarkt. En dat vergt, denk ik, een totaal ander perspectief op ontwikkelen. De tijd is er niet om daar in heel veel details op in te gaan, maar dat levenslang ontwikkelen, dat is wat mij betreft ook bij uitstek iets wat indachtig die zorg om inclusiviteit, indachtig die demografische trend waar ik het over had, die maakte dat we alle brains en alle handen nodig zullen hebben. Dat noopt dat we in die regio, in samenspel tussen werknemers, bedrijven en overheden, dat perspectief voor iedereen, dat we daarin gaan investeren. En we hebben het daar in Den Haag, hadden we het vroeger over levenslang leren. De reden dat dat is omgevormd, of in ieder geval een reden dat het is omgevormd in leven lang ontwikkelen, heeft alles te maken met het feit dat die derde L soms ook wel voor leuteren werd gebruikt. En dat kunnen we ons echt niet meer permitteren. Dus dat is mij uit het hart gegrepen, zowel vanuit inclusiviteit als die noodzakelijke transitie en die demografische trends, is levenslang ontwikkelen iets wat nu echt concreet handen en voeten zal moeten krijgen in de regio. En ook daarvoor geldt dat, dat er al heel veel gebeurt, maar dat het allemaal erg versnipperd is, erg klein, erg verzand in complexiteit. Terwijl wat we bijvoorbeeld gedaan hebben is daarvoor een praatplaat ontwikkelen vanuit GroenPact. Om die complexiteit wat te reduceren. Want het is heel makkelijk om vast te stellen, er is al aanbod, maar ik kan het in de regio niet kwijt. Maar we proberen met het entameren van deze dialoog te zorgen dat iedereen vanuit zijn eigen kracht en rol kan opereren en impact kan maken. Want dat is nodig. We gaan door naar 4, want we gaan hard door onze tijd mee. Positioneer die groene sector nou sterker vanuit de bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Het imago van de sector doet op dit moment geen recht aan het potentieel van dat groene innovatie, kennis en leersysteem om een bijdrage te leveren aan, die grote uitdagingen. En dat is ook precies wat jonge mensen, maar ook steeds meer zij-instromers belangrijk vinden als ze aan het werk gaan. Dus positioneer die sector daarin sterker. De groene werelden zijn daarin heel goed bruikbaar. Maar realiseer ons daarin ook dat het niet alleen het imago een rol speelt, maar dat ontwikkelmogelijkheden en daadwerkelijke verdienmodellen daar nog wel eens veel bepalender in te zijn. Bart stelt nu een vraag en zegt van durven we de in beton gegoten opleidingsplannen, KD's en dergelijke een beetje los te laten om meer ruimte te geven voor het inspelen op regionale ontwikkelingen en dit soort zaken. Dat is wel het appel van de Denktank om wat verder vooruit te kijken en wat rigoureuzere keuzes te maken. Ik ga hier snel doorheen. Ik denk dat veel van jullie die groene werelden ook al wel kennen. Dat is een instrument waarvan ook de Denktank zegt gebruik dat nou en... zorg nou dat je alle talenten gebruikt voor die opgave. Omdat in dat groene domein lopen toch uiteindelijk nog heel veel blanke jongens rond. Maar ook nieuwkomers, ook mensen met een ondersteuningsvraag, ook vrouwen hebben talenten. Zodat er veel meer multidisciplines komen in de kwalitatieve zin. Maar dat er ook in kwantitatieve zin veel meer mensen aan de slag gaan in dat groene domein. Daar is ook herontwerp van onderwijs voor nodig. Tot slot. Ja, en dan inderdaad de laatste, en bijna hier ook weer, Laura, een hartekreet uit ervaring. Ik had het net over het belang van toekomstige generaties. Daar doen we het voor, maar eigenlijk het laatste advies, of de oproep bijna, is doe het niet alleen voor die jongeren, maar doe het ook met die jongeren. En daar zijn we onder andere ook binnen de Sociaal Economische Raad volop mee bezig om ook in vergaderingen jongeren uit te nodigen. Ik ervaar daar iedere keer weer hoe ontzettend verfrissend het is om jongeren hierbij te betrekken. Wat een enorme hoeveelheid creatieve ideeën dat daar zit. En ook, en dat is een oproep aan, en ik denk dat de gemiddelde leeftijd hier wat hoger is dan heel erg jong, dus dat is een oproep aan ons allen. Om dat ook met een hele open mind te doen. Want een van de dingen die ook gaat gebeuren, is dat als je die jongeren uitnodigt en als je ze serieus neemt, dan gaat het ook schuren. En word je een spiegel voorgehouden waar je allerlei dingen in ziet die je eigenlijk niet wilt zien. Nou, dat gesprek moeten we aangaan. Dat is eigenlijk de oproep die we hier doen. Die jongeren zijn uiteindelijk... het beste in staat om die gevestigde belangen waar we het eerder over hadden, om die te challengen. Dus het zijn onze, en ik zeg even onze, in de overtuiging dat we hier, zoals we hier met elkaar zitten, die duurzaamheid echt hoog op de agenda willen plaatsen. Jongeren zijn daar onze partners in crime en zonder gaan we het volgens mij niet redden. Dus we doen het voor ze, maar laten we het vooral ook met ze doen. Dat is mijn slotkiedekeur. Voegen we vaak graag nog aan toe. Dat betekent dat het lang niet altijd werkt om ze uit te nodigen aan jouw tafel. Maar ga ook luisteren op de plekken waar zij zijn. Want de structuren zoals we ze nu hebben, de denktanks, de webinars, et cetera, die passen niet goed bij de manier waarop jongeren zich organiseren en waarop ze werken. Dus we zullen ook uit ons stramien moeten komen om dit in gang te zetten. Goed, wij zijn al door onze tijd heen. Dit is samenvattend zijn nog een keer de adviezen. Wat mij betreft is er nog wat ruimte om nog wat vragen te stellen. Steek je hand op, stel je vraag in de chat. Dan kunnen we wat uitlopen voor wie door moet naar de volgende vergadering. Hartelijk dank voor je aandacht. En nogmaals, laat het ons vooral weten als je denkt, dit is interessant, een deel is interessant. Ik weet een tafel waarover we hier verder moeten praten. Want uiteindelijk, daar ga ik weer eens, de proof in the eating of the pudding. Dit is allemaal leuk en aardig, maar als we er niks mee doen, dan hebben we er ook niks aan. Wij zijn ervan overtuigd dat hier heel veel food for thought ligt en ook food for doing. Daar willen we graag ondersteunend aan zijn. Zijn er vragen? We zullen zorgen dat de
ik kom zo op terug, dat iedereen de PowerPoints ontvangt. Vanaf nu staat ook het volledige rapport, ook met desk research online. En de PowerPoint wordt ook beschikbaar gemaakt, dus dat is allemaal te gebruiken. Gert Stiekema zegt, er is nog weinig aandacht voor arbeidsmigranten, is hierover gesproken. Hier is inderdaad over gesproken en dan vooral in de context van hoe kan het nou dat we die talenten niet benutten? Hoe kan het nou zo zijn dat er eigenlijk maar zo'n beperkte groep met mensen wordt geworven voor dat groene domein? Dus dat is nadrukkelijk wel een aandachtspunt. Ja, helemaal eens. Wat ook vaak natuurlijk genoemd werd tegen de achtergrond van die demografische trends, tekorten op de arbeidsmarkt. Ik koppel daar wel twee dingen aan, deels ook uit eigen ervaring. Vergrijzing is een trend die we door de hele wereld zien. Reken je daar nou niet rijk mee dat we die mensen allemaal hier naartoe kunnen halen. En een tweede, wat me ook wel opvalt, is dat voor grote groepen, juist ook immigranten, technisch geschoold werk vaak helemaal niet wenkend is. Als ik op de universiteit kijk waar die mensen zitten, dan heb je het vaak over studies economie, studies rechten. Dus het los van de arbeidsmigranten ligt er denk ik een heel groot vraagstuk op het gebied van aantrekkelijk maken van de meer technisch geschoolde beroepen. En dat is ook al iets wat we heel uitgebreid besproken hebben. Misschien nog wel belangrijker voor deze groepen, juist vanwege die weerstand die je bij deze groepen juist daar ook ziet. Dus. Ja, en dat in aanvulling daarop stelde de denktank ook vast dat de tijd van het uitsturen van een vacature, zodat je iemand vindt die één op één past in dat wat jij nu nodig hebt, die is ook wel een beetje voorbij. Dus het wordt ook tijd om daar flexibeler mee om te gaan en te kijken naar wie staat er voor me, wat is diensttalent en hoe kan ik dat inzetten om mijn eigen bedrijf succesvol te maken. Andere vragen nog? Aan, hè, bij de oproep van afbreken van bestaande structuren. Een van de dingen waar we toch ook al heel veel over gesproken hebben, is dat we in het kader van die beweging naar levenslang ontwikkelen, toch ook echt weg moeten bewegen van de focus op het diploma en toe moeten bewegen naar een focus op de skills. Of nog compacter geformuleerd, weg van de nadruk op wat mensen niet kunnen, naar de nadruk op wat mensen wel kunnen. Nou, dat is een beweging waarmee we bezig zijn. Ook daar gevestigde belangen, juist van de kennisinstellingen, die het eigenlijk best prettig vinden om dat monopolie te hebben op dat uitmogen draaien van die diploma's. Maar dat is waar we ook daar gevestigde belangen zullen moeten durven te challengen. Want ook daar is veel meer flexibiliteit nodig. Het kijken in, dus achter dat leven lang leren advies zit ook nog een hele wereld. Namelijk het herkennen en erkennen van informeel leren en het mogelijk kwalificeerbaar maken daarvan. En dat zijn wenkende perspectieven. Nou, dat ligt allemaal niet zo voor de hand. Maar als we kijken naar die wenkende toekomst, dan zijn dat wel perspectieven waarmee we aan de slag moeten. Zijn er nog meer vragen? Ik zie nog een leuke dialoog in de chat. Wat gebeurt er met deze adviezen van de Groene Denktank? Is er een vervolgtraject? Jazeker, er is een vervolgtraject. Op diverse tafels worden deze adviezen nu opgepakt en besproken en omgezet naar actie. Bijvoorbeeld in de groene tafel van bestuurders uit het groen onderwijs. Bijvoorbeeld in de dialogen met Collant. Ik zag net ook al een reactie van het CIF Groen. Dat ze er graag gebruik van maken. Het is de bedoeling om na dit webinar op zoveel mogelijk plekken hier de dialoog over te entameren en ook te komen tot actie. Want uiteindelijk is het aan u om tot die actie te komen. En dit is vooral het food for doing. Ja, ik sluit me daar hart graag bij aan, Laura. Ik denk die oproep om dat in die regio op te pakken is een oproep aan u allen om hiermee verder te gaan. Dat is ook een belangrijke lijn van actie binnen de Sociaal-Economische Raad. Sylvia Molenkamp zit ook in deze sessie, die dat vanuit het secretariaat van de SER onder haar hoede heeft. Dus ook daar landen dit soort adviezen en proberen we dat verder op te pakken. En juist rondom dat levenslang ontwikkelen is het werk van de SER ook heel sterk gericht op echt het proberen aan te jagen tot die
tot die concrete actie te komen. Niet zozeer de adviezen die velen van u wel kennen, maar juist daar ook een actie/doe-agenda van te maken. Mooi, en ik zie in aanvulling daarop hier een opmerking staan van Talita van Zon van de Has, dat de Vereniging Hogescholen een pilot micro-credentials gaat starten. Nou, dat zijn inderdaad hele interessante initiatieven. En in het licht van de discussie over de pilotfase voorbij, goed om dat goed te bekijken en als dat soort zaken werkt, om dat op te schalen. Dankjewel, Talita. Ook het CIF Groen wil er graag mee aan de slag. Heel fijn, want laten we wel zijn, de mbo-vakmensen, dat is de kurk waar onze economie op drijft. Dus dat is een hele groep met vakmensen die, ja, voor wie dit relevant gaat zijn, is en gaat zijn. Nog vragen van u? Dan gaan we naar een afronding toe. Ik wil Freya hartelijk bedanken. Ik wil Henry hartelijk bedanken. Ik wil sowieso de hele denktank en de verbindingsofficieren hartelijk bedanken. En uiteindelijk is dit ook het startpunt voor dialoog. De denktank heeft opgeleverd. En nu is het zaak om te komen tot een dialoog, een agenda en activiteiten. Ik zie u allemaal graag een volgende keer. Tot ziens. Tot ziens allemaal.